Waarom moet je gewoon een keer die fluit doen? Ja. En dan hebben we wel die foto's. Wanneer gaan we dat zeggen? Wat ga je met de fluit doen? Wanneer ga je die gebruiken? Als er een boef is, hè? En wat ga je dan doen met de fluit? Doe eens voor. Ja. Wachten, hè? Hartstikke goed. Dan ga je die boef heel weglopen natuurlijk. Dan ga je die boef heel aan weglopen. En je had nog wat anders voor ons erbij, hè? Ja, gewoon naar de aarde op het punt dat je hebt heel veel deuren. Zo, ja. Ja, maar goed. Ja. Ja. Dat is trouwens zo'n boeken juist. Dat kennen we het ook. Dan moet je goed kijken hoe de boef eruit ziet. En dan ga je de politie bellen. En dan ga je zeggen, de boef had een zwarte muts op. Had een zaklamp bij zich. Had een zwarte jas aan. En een spijkerbroek aan. En gele schoenen. Ja, maar je gaat de politie zoeken naar die persoon, hè? Ja. Want die mag niet bij jou in huis komen, toch? Nee. Dus dan, maar vorige keer zijn ze ook vrijwel naar huis. Ja, dat was omdat ze wel verbouwd met elkaar in de tuin. Ze zijn wel gesloofd in het maaiveld. Ja, ja. Maaiveld zat nog zo. Ja, ja. Dus dan, maar goed, die blijft natuurlijk altijd lastig. Ik bedoel, luid die naar binnen willen, ja. Ja, dat is bijna een loop de band. Ja, dat wel? Dan gaan we dat tegen papa en mama zetten. Ja. Doe de oma geen stoute dingen meer, hoor. Ja. Doe de oma dat dan. Ja, ze zijn heel anders natuurlijk op de af en toe mag dat ook. Ja, het is iets voor een beetje opletten. Ja, en dat moet je toch wel, hè? Ja. Anders hadden wij geen werk meer. Nee, echt niet. Ja, dat is wel. Ja, we hebben rondom de sportjes, zeg maar. Ja, dat is waar. Oefening. Nou, oké. Ik wist het wel, maar vaak zijn er wel wat meer dat er eentje op de wacht staat, zeg maar. Ja, oké. Ja, als de auto's aankomen. Ja, dat was dan toevallig... Waar wij dan bestellingen hebben, bij die mensen, oh, okay. Deze soort verkeerhaven voor de deur. Ja. Oké, okay, dan kom ik ook in. En je ziet daar een auto staan, waar alleen nog het bestuurder staat. En nee, blijf hier. En die dacht gewoon, oh, ja, dat is de eerste gedachte. Dus hij is eerst naar zijn eigen huis gereden. En op het moment dat hij terug was, waren ze weg. Ja. Goed, die man die daar zat, die heeft natuurlijk geen deur bijna naar die auto gereden. Ja, juist. Ja, en het is vaak zo, dat merk ik ook wel eens, met je eerste ingeving toch vaak gewoon. Ja, het gevoel, hè? Ja, het gevoel, hè? Als je denkt van joh, het zit me niet lekker, ga er maar vanuit dat er dan ook iets van je is. Dat kan ook niet, dus dan slaan ze je wel over.